Welkom. In deze video gaan we het hebben over de tweede vraag van Nico Timberg. En deze vraag gaat te maken met de ontwikkeling van gedrag. We gaan dus kijken hoe de reactie op een prikkel wordt beïnvloed door ervaringen. En dit betekent dat we niet gaan kijken naar aangeboren gedrag, waarbij het gedrag vast ligt, maar we gaan kijken naar het type gedrag waarbij leren mogelijk is. Nou, Allereerst kun je de vraag stellen van hoe zou je dat überhaupt kunnen onderzoeken, die ontwikkeling van gedrag? Nou, ik heb hier als voorbeeld een voorbeeld van een zogenaamde cross-fostering-studie. Dat is een studie waarbij de jongen van de ene soort worden grootgebracht door nauwverwante uh, ouders van een andere soort. Uh, en in dit voorbeeld hebben we de Californische muis, dat is de muis hierboven, en we hebben de hertmuis, die behoort tot hetzelfde geslacht. Qua gedrag zijn ze heel anders, uh, zeker de malletjes. De malletjes van de Californische muis die zijn heel agressief naar indringers toe. Dus zij verdedigen hun territorium tegen indringers. En ze vertonen heel veel vaderzorg. Dat betekent dat die vaders heel nauw betrokken zijn bij de opvoeding van de jongen. Uh, die houden de jongen in de gaten, die likken de jongen. Heel veel contact tussen jong en vader. De hertmuis is helemaal niet agressief, maar vertoont ook geen vaderzorg. Nou, wat hebben onderzoekers nu gedaan? Die hebben jonge Californische muizen laten grootbrengen door hertmuizen... En jonge hertmuizen laten grootbrengen door Californische muizen. Wat zien we dan? Californische muizen, als die worden grootgebracht door een hertmuis, dus een niet-agressieve muis die ook weinig vaderzorg vertoont, dan zie je dat de agressie naar indringers minder wordt. En dat de vaderzorg ook minder wordt. Dus op het moment dat die jongen zelf jongen hebben, gaan ze minder vaderzorg vertonen. Ook al is dat wel een soort eigen gedrag, die opvoeding die zorgt ervoor dat die vaderzorg vermindert. En dit gaat ook in de volgende generatie zo door. Want omdat deze Californische muis minder vaderzorg vertoont, zullen ook zijn jongen weer minder vaderzorg gaan vertonen. Herdmuizen, als die worden grootgebracht door een Californische muis. Dus door een vader die agressief is naar indringers. Maar die, en die veel vaderzorg vertoont. Dan zien we dat de agressie naar indringers weliswaar niet toeneemt. Maar dat de agressie in neutrale situaties, waarbij er eigenlijk geen gevaar dreigt, wel toeneemt. De vaderzorg die verandert niet. Dus wat zien we hier? We zien hier duidelijk dat er invloed is van het milieu. Dus de opvoeding heeft wel degelijk invloed op het gedrag dat een in dit geval een muis op latere leeftijd vertoont. Nou, dit soort gedrag zou je in principe ook kunnen toepassen op de mens, alleen ethisch gezien vinden we daar van alles en nog wat van. Je kunt natuurlijk niet een baby wegnemen bij de ouders en die laten grootbrengen door andere ouders. Maar wat we wel kunnen doen is een tweelingstudie gebruiken. Dus op het moment dat we een een-eigen tweeling hebben, dan zouden we kunnen gaan kijken naar hoe het gedrag gaat verschillen op het moment dat we zo'n een-eigen tweeling laten opgroeien in één gezin. Maar het zal soms ook voorkomen dat een een-eigen tweeling bij geboorte wordt gesplitst, bijvoorbeeld bij een adoptie. En dat die twee eigen tweelingen afzonderlijk, of die een-eigen tweeling, dat die afzonderlijk opgroeien. En als we dan later gaan kijken hoe dat gedrag verschilt en we vergelijken dat met... Een een-eigen tweeling die in één gezin is opgegroeid. En dan, daarmee kun je ook de invloed van uh, het milieu op het gedrag gaan onderzoeken. Nou, in de rest van de video gaan we kijken naar allerlei leerprocessen. Dus allerlei vormen van leren waarbij dus de reactie op prikkels gaat veranderen gedurende het leven. De eerste vorm is de inprenting. Die heb ik als eerste gezet, omdat dat eigenlijk het eerste leerproces is dat optreedt na de geboorte. Dat, is, dat leerproces dat is heel erg gebonden aan die eerste levensfase, dus die fase na de geboorte. Dat gedrag leer je nooit meer af. En er is voor dat gedrag een kritische periode. Dus er is maar een korte periode in het leven waarin je dat gedrag kunt leren. Welk gedrag leer je dan? Het herkennen van je ouders. En dat, is, dat moet natuurlijk plaatsvinden vrij kort na de geboorte. Bij sommige dieren is dat direct na de geboorte, bij de mensen is dat wat later, maar dan een aantal weken na de geboorte. Maar alleen in die periode kun je leren wie je ouders zijn. Voor die kritische periode kun je het niet leren, na die kritische periode kun je het ook niet leren. Nou, de eerste onderzoeken aan imprinting die werden gedaan door Conrad Lorenz, dat is deze meneer die we hier rechts met deze ganzen zien. Hij broedde de eieren van de grauwe gans uit en er was van plan om die, eieren, of die jongen dan terug te plaatsen bij de moeder. Maar hij merkte dat die jonge grauwe ganzen die moeder niet accepteerde, maar dat ze hem bleven volgen. En uiteindelijk bleek na onderzoek dat het object of de persoon die direct na het uitkomen van, uh, van de eieren aanwezig is bij deze grauwe ganzen en die zich verwijdert van deze grauwe ganzen, dus die van ze afbeweegt, dat object, dat wordt gezien als de ouder. Dus op het moment dat een ei van een grauwe gans uitkomt en je zou een knuffel van die grauwe gans wegbewegen, dan is die knuffel is vanaf dat moment de ouder. Wordt gezien als de ouder. Helemaal niet functioneel op het moment dat het een knuffel is uiteraard, maar ze leren dat niet meer af. En de natuur is natuurlijk wel heel functioneel, want je gaat het eerste object volgen wat van je afbeweegt. Dus in dit geval zijn dat normaal gesproken je ouders. En je volgt die ouders en die ouders die be, uh, uh, die, uh, verplaatsen zich dan naar bijvoorbeeld voedselgronden en dan kun je eten. En dus in de natuur zit een hele functionele, heel functioneel gedrag. Het tweede leerproces is gewenning. Dat is eigenlijk het leren wennen aan prikkels die telkens terugkeren, maar die weinig betekenis hebben. Ja, dan zelf zou je dat kunnen merken op het moment dat je in een ruimte binnenkomt als een ouderwetse klok hangt, die je bij elke slag hoort tikken. In het begin hoor je dat, hè, dan, dan, dan kun je daarop reageren. Maar na verloop van tijd, na vijf tot tien minuten, als je in die ruimte blijft, dan, dan hoor je die klok niet meer. Althans, zolang je niet op die klok Focus. Als je weer op die klok focust, dan zul je hem weer horen. Als de, de, de intensiteit van het tikken verandert, dan zul je hem ook weer horen. Maar als die prikkel gelijk blijft en ik keer telkens terug, dan hoor je dat niet meer. Dus je gewend aan deze prikkel. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook deze vogelverschrikker. Op het moment dat die vogelverschrikker voor het eerst op de akker wordt geplaatst, dan zullen dieren daarvan schrikken, de vogels zullen schrikken, die zullen wegblijven bij deze akker. Maar na verloop van tijd gewennen ze aan deze prikkel, zullen ze daar niet meer op reageren en dan zullen ze op die akker gewoon voedsel gaan zoeken. Een derde vorm van leren is associatief leren. Daarmee leren we een prikkel of een bepaald gedrag associëren met een consequentie. En dat kan een positieve consequentie zijn, een beloning. kan ook een negatieve consequentie zijn, een straf. Een natuurlijke vorm van associatief leren is proefondervindelijk leren, of wat ze dan in de literatuur trial and error noemen. En proefondervindelijk leren wil zeggen dat je wat uitprobeert en kijkt wat de consequentie is. Dus op het moment dat een kleuter in een speeltuin in een klimbrek klimt, dan kan hij dat leuk vinden, zolang het allemaal goed gaat. Maar valt hij een keer uit het klimbrek, dan is dat een negatieve consequentie. En dan leert hij dat klimbrek wellicht associëren met de, het gevaar van val. Dat kan betekenen dat die kleuter dan tijdelijk wat minder vaak in dat klimbrek klimt. Een ander bekend voorbeeld uit de biologieboeken is dit. Uh, dit is de blauwe gaai en dit is de monarchvlinder. Nou, die monarchvlinder die voedt zich met planten die een bepaalde bittere, giftige stof uh, bevatten. Uh, die stof die wordt opgenomen in dat lichaam en dat maakt dat deze vlinder ook een bittere smaak heeft. Op het moment dat deze blauwe gaai voor het eerst een monarchvlinder opeet. Dan krijgt hij die bittere smaak binnen en hij zal eigenlijk die vlinder direct uitbraken. Hij leert nu het eten van zo'n monarchvlinder associëren met een negatieve consequentie, namelijk een hele vieze smaak. Hij leert daarbij dat, hij, dat het niet verstandig is om deze monarchvlinder op te eten. Dus in het vervolg zal hij deze vlinders zal hij met rust laten en die zal hij niet meer opeten. In het lab zijn er ook twee vormen van associatief leren. De eerste is het klassieke conditioneren, bekend worden door de onderzoeken van Ivan Pavlov. De Pavlov-reactie is een, geconditioneerde, een klassieke conditionering. En wat leren we daar eigenlijk bij? Een reflex, een geconditioneerde reflex. En dat betekent dat we een prikkel, die eigenlijk van nature geen betekenis heeft, leren associëren met een positieve of een negatieve prikkel. In het geval van het experiment van Conrad. Uh, van Konrad van Pavlov. Pavlov die uh, deed onderzoek naar de speekselproductie uh, van honden. Nou, dat is een reflex die optreedt op het moment dat een hond voedsel ziet. He, dat is een positieve prikkel en die leidt tot een reflex, een ongeconditioneerde reflex. Maar op het moment dat die honden eten kregen, klonk er altijd een belletje. Nou, dat belletje, dat leren, als dat belletje telkens samenvalt met het verschijnen van voedsel, treedt een zogenaamde geconditioneerde reflex op. En dat betekent dat ook het, alleen het horen van het belletje kan leiden tot deze reflex. Dus in dit geval spreken we over een geconditioneerde reflex. Dus bij 4 zien we de geconditioneerde reflex. Een, een voorheen neutrale prikkel wordt dan geassocieerd met een positieve prikkel. En bij 1 zien we de ongeconditioneerde reflex. En 2 en 3 zijn eigenlijk de stadium het leerproces naar het leren van zo'n geconditioneerde reflex. Dat noemen we het klassiek conditioneren. Een andere vorm is het operant conditioneren en daarbij moet het dier een bepaalde handeling verrichten. En die handeling, de frequentie waarmee die handeling wordt uitgevoerd, die wordt beïnvloed door het gevolg van het gedrag. Op het moment dat een dier wordt be beloond voor die handeling, dan zal de frequentie van die handeling toenemen. Als het dier wordt gestraft, dan neemt de frequentie van het gedrag af. We kunnen dat onderzoeken in een zogenaamde Skinner-box. Die Skinner-box is vernoemd naar de heer Skinner, die deze onderzoeken heeft gedaan. Hier zien we zo'n Skinner-box het is een, een doos eigenlijk. Daar kun je bijvoorbeeld een rat in plaatsen. Hier zit een hendel aan. Die hendel kan worden ingedrukt door de rat. Hij krijgt in reactie daarvoor krijgt hij voedsel, dat is de beloning. Of er wordt een klein stroompje, een kleine spanning gezet op een elektrisch uh, Gridje, een, een elektrisch gaaswerk op de bodem van die kooi. Dus je kunt er maar ook mee straffen. En vervolgens hebben we ook lampjes en uh, luidsprekers, en die kunnen we koppelen aan het indrukken van die hendel. Dus op het moment dat die hendel wordt ingeduwd, kun je een bepaald geluidje laten horen of je kunt een bepaald lichtje laten schijnen. Nou, op het moment dat het induwen van die hendel wordt gevolgd door het verschijnen van voedsel, dan zul je zien dat de frequentie van het induwen van die hendel zal toenemen, zolang de rat althans honger heeft. Eh, wordt het in, indrukken van de hendel gevolgd door een klein stroomstootje dan zul je zien dat de frequentie van het gedrag af gaat nemen dus op die manier kun je operant conditioneren en de laatste vorm van associatief leren dat is het dresseren eh, daarmee leren we eh, dieren om op commando een gedrag uit te voeren en dat doe je bijvoorbeeld op het moment dat je een hond wil leren om te zitten of om een pootje te geven eh, op een, dat, dat begint in eerste instantie begint het met een beloning dus op het moment dat het dier gaat zitten dan geef je hem een brokje of zo of een snoepje en dan zal hij dat gedrag steeds vaker vertonen. En uiteindelijk kun je ook dat brokje weglaten. En je kunt hem dan belonen met bijvoorbeeld een ei over zijn bol of zeggen dat hij het goed gedaan heeft of iets dergelijks. Maar ook dat is associatief leren. We leren het bepaald gedrag, het gedrag wat jij wil zien, dat wordt geassocieerd met een bepaalde beloning voor die hond. En die zien we daar uiteraard. Dan hebben we imitatie. Imitatie wil zeggen het nadoen van gedrag van soortgenoten. Een hele belangrijke uh, vorm van leren. Je kijkt naar wat jouw soortgenoten doen en dat doe je na. Een nou, bekend tekstboekvoorbeeld daarvan is deze aap, uh, een Japanse makaak. Op het eiland Koshima daar, uh, wordt heel, werd en wordt nog steeds heel veel etologisch onderzoek gedaan. En Dat werd onder andere gedaan bij een populatie van deze apen. En wat uh, deden de onderzoekers? Om die apen van dichtbij te kunnen zien, lokten ze de apen naar een strand. En bij die strand stond een observatiehut. Uh, en dat lokken dat deden ze met zoete aardappels. Die gooiden ze op het strand. En op een gegeven moment was er een van, deze, van de vrouwtjes in die populatie die uh, bedacht dat het verstandig zou zijn, of prettig zou zijn, om die zoete aardappels eerst even schoon te spoelen in het zeewater. Uh, dan heb je niet al dat zand tussen je tanden en om het dan op te eten. Dat is geen imitatie, dat heeft ze zelf uh, bedacht. Eigenlijk is dat inzicht, een volgend leerproces. Maar wat zag je nu gebeuren? Dat de jongen van, deze, van dit vrouwtje zagen dat gedrag van hun moeder en deden dat zelf ook. Vervolgens zagen andere jongen van andere vrouwtjes uh, hun, hun uh, soortgenoten dat ook doen. Die gingen dat gedrag ook uh, imiteren. Vervolgens gingen andere volwassen vrouwtjes dat gedrag imiteren. En uiteindelijk vertoont die hele populatie nu dit gedrag. Maar alleen deze populatie, je moet dat zien. Dus eigenlijk kun je zeggen dat deze, deze populatie van makaken... ...heeft min of meer een eigen cultuur. Een cultuur, die je niet, een cultuur van, van het wassen van het voedsel... ...die je niet terugziet bij andere populaties van deze aapsoort. En dan komen we uiteindelijk bij de laatste vorm van uh, leren... ...en dat is inzicht, de meest lastige uh, vorm van leren. En we proberen daarbij een probleem op te lossen. Je wordt in een nieuwe situatie uh, geplaatst... Uh, en je gaat eerdere ervaringen, eerdere kennis die ga je gebruiken om dit probleem op te lossen. Dat is inzicht. Dat zien we niet bij alle dieren. We zien dat bij de primaten, hè, de, de apen. En vroeger dachten we dat alleen primaten dat zouden kunnen vertonen. Maar we zien nu eigenlijk dat steeds meer diersoorten ook een vorm van inzicht vertonen. Nou, ik heb hier een drietal voorbeelden. Hier zien we, het zijn alle drie voorbeelden van het gebruik van gereedschappen. Dat is niet per definitie is dat noodzakelijk voor inzicht, maar dat, dat zijn toevallig de voorbeelden die ik heb gevonden. Hier zien we dat een aap een steen gebruikt om noten te kraken. Er nou, moet een keer een aap zijn geweest die een noot had die hij niet kon kraken, en, en bedacht heeft dat hij een steen zou kunnen gebruiken om dat wel te doen. We zien hier een chimpansee die een stok gebruikt om termieten te vangen. De termieten die vinden ze lekker, maar de termieten hebben de nare eigenschap dat ze nogal bijten. Ze steken op het moment dat je het nest aanvalt. Dus wat doet die aap? Die, die prikt met een stokje in het termitennest. Die termieten die vallen dat stokje aan. Vervolgens trekt die aap dat stokje uit het nest en eet heel snel de termieten op. Ooit heeft, is een chimpansee tot het inzicht gekomen dat je zo'n stok kunt gebruiken om termieten te vangen. Nu zie je dat alle jongen... Dat gedrag imiteren. Hè? Dus de, het, ook hier speelt imitatie een grote rol. En hier aan de rechterzijde zien we een kraai, en de Nieuw-Caledonische kraai. En ook die eh, kan eh, ge gebruik maken van gereedschap. En Dit is nu een geliefd onderzoeksonderwerp. En als je naar YouTube gaat en je gaat zoeken naar een Nieuw Caledonian Crow en eh, naar gedrag, dan zul je allerlei filmpjes zien van onderzoekssituaties waarbij. Um, zo'n kraai een hele hoop puzzels voor zich ziet en dat hij de ene naar de andere puzzel moet oplossen om uiteindelijk wat voedsel te verzinnen. En ze gebruiken onder andere hier zo'n stokje. In de natuur gebruiken ze een stokje om allerlei larven uit uh, stukken takken te krijgen. Maar je kunt dat in het in het lab kun je daar allerlei mooie puzzels uh, creëren en die kun je door deze kraaien laten oplossen. En ook daar zie je he, allemaal voorbeelden van ze zoeken een, een oplossing voor een probleem. zonder dat ze het probleem al kennen. Dus ze moeten eerdere kennis combineren om uiteindelijk het probleem op te lossen. Dat is inzicht. Nou, ja, tot zover deze video over deze vraag. De tweede vraag van Nico Tinbergen. Mocht je te hoogte willen blijven van de komende video's over gedrag, klik dan hier op het logo. En ik zie je de volgende keer. Tot dan!